hier voor onze tweede Sterco 3. En dit keer is het Prins Holstein Johanna 61. Zij is een nakomeling van de stier Jorin. Haar moeder was een Lorenzo. Ze is Sterco 3 ingeschreven met 88 punten maar liefst. Met 90 voor het type en 89 voor de benen. Het is een hele attente koe. Een koe die eigenlijk heel slim is. Ze gaat de drukte in de stal, vooral de laatste jaren, gaat ze goed uit de weg. Ze is altijd heel erg goed op haar benen geweest. Met zeer beste klauwen, een hele goede beenkwaliteit. En wat met name opvalt aan deze koe is haar heel makkelijk produceren. En vooral haar manier van ruwvoer verwerken. Ze heeft een enorme inhoud en breedte. En ze vreet heel veel voer en ze kan dat ook heel makkelijk verwerken. En haar productie is daarom ook bijna 40 kilogram melk gemiddeld per dag. Met daarbij ook nog hele mooie gehaltes. De hele Johanna-tak bij ons is gewoon een lijn die eigenlijk altijd goed doet. Ook zowel op de keuring als in de stal. En makkelijk produceert, maar ook gewoon altijd goed gezond is. En met name hoog eiwit heeft.